Een hele goede middag op deze woensdag. Het is vandaag 18, zeg ik dat goed? Ja, 18 september. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik was een beetje aan het kleden met mijn oogschaduw, want ik zag het niet zo goed. Nu heb ik weer een ander kleurtje erop, dus het was een beetje een drama. Maar het is uiteindelijk wel weer goed gekomen. Nou, ik heb gisteravond gekeken naar Goede Tijden en daarna naar Vier Handen op één Buik. Was ook wel weer leuk om na te kijken hoor. Ik keek het altijd al, maar door de BNB Vol Liefde had ik er een paar opgenomen. Ik dacht, nou dan ga ik het nu gewoon kijken. En als dat afgelopen is, kan ik die andere nog even terugzien. Maar was wel op zich wel weer leuk om een keer te zien zo. Daarna nog even een spelletje gedaan. En toen heb ik mijn vlog afgemaakt. Die staat al klaar. Die staat ook al op de computer en dan kan ik hem makkelijk uploaden. En daarna heb ik eventjes de foto's bewerkt. Nog even wat dingetjes gedaan op de computer. En toen ben ik weer Emily in Paris gaan kijken. Ik zat er gelijk weer lekker in. Is wel fijn dan hoor weer dat je weer door kan kijken. Maar ik vind het wel jammer dat ze het in twee delen doen. Maar nu komt ook. Je hebt toen die serie gehad over die seriemoordenaar. Damer. Goedemiddag, hoe kan ik je van dienst zijn? Siri bemoeit zich ermee. Ik weet even zijn voornaam niet meer. Maar daar komt dus nu een tweede seizoen van. Ik denk dat dat dus over een andere moordenaar gaat. Ja, ik vond het wel heel interessant. En volgens mij komt hij ook al heel snel. Dus er komen best al wel weer goede series aan. En dat is dus heel handig. Want ik heb die tv-app. En dan kan ik dus precies zien wanneer er weer een nieuwe serie gereleased wordt. En dat is wel fijn omdat ik bijhoud welke series ik heb gekeken. Dus als er een nieuw seizoen komt, geeft hij dat ook aan. Nou, en daarna heb ik nog even CSI gekeken en toen ben ik lekker naar bed gegaan om mijn boek te lezen. Dus dat was allemaal wel fijn. Ik heb zometeen eventjes iets wat ik jullie wil laten zien, want ik heb iets nieuws gekocht waar ik heel blij mee ben. En dan wil ik even wat dingen insprayen. Mijn nieuwe schoenen ook, onder andere, ook al is het niet echt leer. Ik vind het dan toch fijn om het een laagje te geven. Deze week kunnen de sneakers nog. Ik hoef natuurlijk alleen morgen naar buiten, maar dan kunnen de sneakers nog. Maar ik weet niet wat het weer volgende week doet. Dit is natuurlijk nog echt zo'n nazomerweek. Ik zal eens eventjes kijken hoor, wat hij aangeeft voor het weer. Ja, het is nog tot maandag 20 graden. Daarna zakken de temperaturen weer een beetje. Maar maandag dan ook regen. Dus nou ja, goed. Dat is allemaal prima. En ik ga even de woonkamer gewoon doen. En ik moet even een kaart schrijven voor mijn moeder. Want mijn moeder is volgende week jarig. Kan ik hem morgen op de bus doen. Dus ik neem jullie gewoon mee. Maar ik ga jullie eerst even laten zien wat ik nieuw heb. Ik heb voor mezelf een nieuwe tas gekocht. Dus is iets wat ik al best wel lang wilde. Ik was er al een tijdje naar op zoek. En elke keer zag ik wel een model. Dat vond ik dan leuk. En dan keek ik weer naar het materiaal. En dan denk ik, ja, dat is het dan toch gewoon weer niet. Het was weer materiaal waarvan ik weet dat het snel kapot gaat. Ik heb nu altijd nog deze. Dit is ook een hele fijne tas. Dit is een cowboy's bag die ik echt al, ik geloof wel 12 jaar gebruik. En hij is nog altijd mooi. Geen beschadigingen. Dus het is een hele fijne tas, maar ik was eigenlijk wel een keer toe aan een iets ander modelletje. Hij is ook best wel zwaar, er past ook wel echt heel veel in, want kijk, hij heeft best wel een diepte. Maar ja, ik wilde eigenlijk gewoon een keertje een wat andere. Ik vind ook van het jammer, kijk, dit kan ik nu wel doen, maar als ik mijn jas aan heb, dan gaat dit niet. En het voelt allemaal best wel groot en een beetje onhandig en je kunt hem ook gewoon zo dragen. En nu zag ik dus dat er bij de Cowboys Bag sale was. En toen heb ik een nieuwe Cowboys Bag besteld. Ja, wel weer een Cowboys Bag. Maar ook omdat ik weet dat het wel heel mooi blijft. En nu heb ik dit model gekocht. Ook een hele mooie. Dus wederom een Cowboys Bag. Ook wel weer datzelfde leer. Want het blijft heel mooi. Ook weer zo'n lang hengsel eraan. Kijk, want je kunt hem dan op meerdere manieren dragen. Dit hengsel is overigens wel een stukje smaller, maar dat komt dan deze. Maar deze wordt ook heel veel gebruikt, werd toen de tijd heel veel gebruikt als schooltas. Maar deze vond ik ook wel echt super leuk. Ik vind het een hele mooie tas. Staat er ook op welke dit is. Het is de Back Hill. Hij kost normaal 160 euro.
Maar hij was nu afgeprijsd voor 48 euro. Dat vond ik echt een hele goede prijs. Ook weer gewoon deze hangt er dan aan, wat je altijd hebt. Hier heb je dan twee zilveren details. Die zien jullie nu niet. Er zit nu natuurlijk allemaal spul in. Maar dan ja, heb je nu gewoon zo'n vak, zeg maar. Er zitten ook weer vakjes in. En dan heb je hier ook nog een vakje. Maar het is gewoon heel leuk. Ik zal straks even laten zien. Kijk, als je nu gewoon... Deze kun je gewoon heel makkelijk... Ja, nu niet. Ook zo dragen. Ik vind hem gewoon net... Ja, even iets... Ja, misschien ook meer van mijn leeftijd of zo. Ik denk van ja, ik vind het wel heel leuk. Gewoon een keer een wat ander model. Het blijft wel een beetje een grote tas, maar daar hou ik van. Hij is iets minder diep, maar hij is hoger. Dus er kan ook makkelijker een flesje water in. Kijk, ik zal ze eventjes naast elkaar zetten of voor elkaar. En dan kun je eigenlijk zien dat ze qua grootte... Ik zal het even laten zien, moment. Kijk, ik heb ze naast elkaar gezet. En eigenlijk qua breedte... Ja, deze is ietsjes breder, doen ze niet heel veel voor elkaar onder. En het materiaal is verder hetzelfde, alleen deze is natuurlijk al veel vaker gebruikt. Dus het leer is mooi geworden, of deze, kijk, deze is veel vaker gebruikt. Dus dit leer is ja, eigenlijk op de jaren wel mooier geworden. Maar ja, ik vond hem wel heel erg leuk. En ik dacht, ja, voor 48 euro, waarom koop ik dan niet gewoon weer een cowboyspack? Omdat ik daar gewoon heel veel schik van heb. Dus ik ben er wel heel blij mee. Dus ik ga hem zo ook even insprayen en dan kan hij even drogen. Dan kan ik hem gaan inrichten. Ik denk niet meer dat ik alles erin stop wat er nu in zit. Want er zitten ook dingen in waarvan ik denk, waarom heb ik dat überhaupt mee? Maar dan kan ik gewoon even kijken wat ik erin wil. En dan heb ik gewoon weer een hele leuke tas waar ik hopelijk echt wel weer jaren plezier van heb. Oh nee, kijk, dit is gewoon, dit is verder niks. En ja, ik vind het gewoon wel weer een heel leuk model. En dan, kijk, hier zit dan dit nog onder. Dus dit, ja, dit is iets anders dan dit. Maar ik ben er wel heel blij mee. Dus nou, ik hoop dat ik hier weer heel lang plezier van ga hebben. Dus ja, toch weer deze ja, mooie tas nu. Waar ik heel blij mee ben. Dus die ga ik zo even lekker insprayen. En dan kan ik hem gaan inrichten en gebruiken. Dus tijd om even wat te gaan doen nu. Nou, ik heb even de kaart van mijn moeder gepakt. Ik had deze even gekocht. Ik had nu geen tijd om eentje te maken, maar ik vond deze wel heel leuk met een roze envelop. Dus die ga ik nu mooi schrijven en dan kan die morgen op de bus. Tas is ingeruimd. Hier wat essentials. Hier zit zelfs nog een bakje die had ik niet gezien. En dan alles zit er nu in wat ik wil. Mijn borsteltje en nou, goed, gewoon de dingen die ik belangrijk vind. Dus dat, dat is top. Dit is al helemaal uitgedroogd. Dat gaat erop. Dus nou, nu heb ik alles in wat ik wil. Dus dan kan die dicht. En dan zal ik zo even laten zien hoe het staat. Hoe je hem dan kan dragen. Dus ik ben er blij mee. Hij is weer ingericht. Oké, de draagposities. Ik heb hem nu gewoon zo aan mijn arm. Dat vind ik al wel heel erg handig. Voelt ook fijn. Minder zwaar. Voelt goed aan op de schouder. Maar ik kan hem natuurlijk ook gewoon zo aan mijn arm. Vind ik ook altijd nog wel tof staan. Hier kun je trouwens je naam en zo in doen. Maar dat doe ik niet. Maar je kunt hem dus ook nog met het lange hengsel dragen. Dat zal ik even doen. Maar die moet ik even verstellen. Kijk, en dan kun je hem gewoon zo dragen. Maar...
Ja, het is niet zo zwaar aan, maar er kan gewoon genoeg in. En het is allemaal heel stevig. Mocht ik nou echt denken, goh, ik vind die andere band fijner, kan ik hem altijd verwisselen. Maar zo kan het ook. Maar ik vind het altijd leuk om hem zo te dragen. Maar ik ben er heel blij mee. Hij is in ieder geval weer goedgekeurd. Dus nou, top. Ik denk dat ik hem wel het meest aan mijn arm ga dragen trouwens. Zo, de onderzetters van mijn verjaardag staan ook. Is er nou nog eentje gevallen? Nee, volgens mij niet. Het kan zijn dat er nog eentje in de tas zit. Ik dacht dat er nog één bij zit. Maar moet ik even kijken. Maar misschien waren ze dit ook wel. Maar wel super leuk. Dus ik heb ze hier nu gelijk neergezet. Kan ik ze ook leuk gaan gebruiken. Het schijnt heel goed te zijn. Het schijnt ook heel goed te zijn. Ik weet ook niet of je ze af kan nemen. Dan moet ik even vragen. Maar ik denk dat je ze zo moet doen. Want deze zijn dan heel glad. Ja, ik denk dat je ze zo moet leggen eigenlijk. Maar super leuk. Blij met de klusjes die ik heb kunnen doen. De woonkamer is gewoon weer lekker schoon, wat heel fijn is. Mijn spullen zijn ingespreid. Mijn tas is ingericht, wat heel fijn is. Vind ik ook altijd wel weer leuk om te doen. Dan kan je even kijken van, joh, wat we er nog in hebben. Maar ja, eigenlijk waren dit wel de essentials voor mij, waarvan ik dacht, die wil ik eigenlijk altijd wel bij me hebben. Dus daar werd ik wel, ja, wel blij van. En ja, er zit echt nog wel veel ruimte in. Dan hoef eigenlijk alleen kom mijn sleutels er nog in. En nou ja, ik ben er wel heel, heel blij mee. Wel een mooi cadeau voor mezelf, denk ik. En ja, bedoel omdat hij nu zo afgeprijsd was. Maar ik had even een bouwmoment, want Mickey is de laatste tijd echt super vervelend. Als ik bijvoorbeeld mijn aardappelschijfjes eruit haal omdat ik die wil gaan eten, duik ze in het zakje, pak ze een schijfje en ze gaat het ook gewoon opeten als ze de kans krijgt. Maar ik pak het natuurlijk af, want dat is helemaal niet goed voor ze. Maar elke keer maar in dat aanrecht alles proberen af te likken, ik snap het niet, want ze hebben gewoon echt de hele dag kunnen ze eten. Ze hebben nu net hun eten weer op, maar ze is elke keer weer op zoek naar andere dingen. Nu pakken ze echt letterlijk net een glas uit mijn bak op. Ja, en die gooiden ze weer van eraf. Ik weet niet hoe ze het voor elkaar heb gekregen, maar glas kapot. En daar baal ik gewoon heel erg van. Want het was een van mijn lievelingsglazen. Dat zijn van die longdrinkglazen. Die vind ik heel fijn. Daar drink ik graag aanmaak limonade uit. Ja, weer een glas kapot. En die kun je ook niet meer kopen. Dus ik was echt even boos. Ik word het gewoon zo zat, weet je wel. Overal maar aan alles klieren. En ja, ik weet niet wat het is. Je zou bijna denken dat het de puberteit is. Maar ik weet niet of katten daarin komen eigenlijk. Maar zij is momenteel echt super vervelend. Het tijgertje werd ook helemaal boos. Omdat ik natuurlijk een beetje, echt wel een beetje van, ah, Mickey, hou nou eens een keertje op. Nou, dat reageerde tijger ook weer op. Dus dat was even minder gezellig. Dus ik had er even flink te pee in. En gewoon elke keer weer naar die wasbak. Dus ik was er echt een beetje klaar mee. Dus dat was wel eventjes heel vervelend. Maar goed, ik kan er nu niet zo heel veel aan doen. Wie weet kom ik nog weer een keer een leuk longdrinkglas tegen. Maar dit, ja, dit vond ik gewoon echt niet leuk. Want dit, ja, net wat ik zeg, is echt een van mijn lievelingsglazen. Wie weet Actions ooit nog weer een keer krijgt. Maar ja, ik was er gewoon even niet blij mee. Kaartjes geschreven, dat is ook fijn. Die laat ik nu nog even drogen, want ik had met zo'n stift de leeftijd erin gezet. Dan kan die even goed drogen, dan gaat het niet doorlekken. Kan ik even zo'n postzegel online bestellen, kan die ook op de post morgen. Dus, nou, woonkamer is verder lekker klaar, dus dat is fijn. Nu ga ik zo eventjes lekker relaxen en dan straks lekker douchen en eten. Vanavond heb ik twee schermen, want ik kijk goede tijden, maar je hebt ook Ajax. Dus dat wil ik uiteraard zien. Ik ben wel echt weer een keer toe aan de voetbal, want het heeft nu wel heel lang geduurd dat ik niet heb kunnen kijken naar de club waar ik voor ben. En ja, ik kan daar gewoon altijd heel erg van genieten, dus dat vind ik wel leuk. Nou, dan ga ik ook nog even Steenrijkstraat Arm kijken, want dat is ook weer op tv, dan kan ik dat wel eventjes kijken. En dan ga ik nog even een spelletje doen en dan ga ik mijn blogpost schrijven. Eventjes die blogpost van Essence afmaken, die preview. Ik had hem nu weer in mijn mail. Ik weet niet waarom die dubbel gestuurd werd, maar kan een foutje zijn. En dan ga ik verder met Emily en Paris en CSI. En dan ga ik lekker mijn boek lezen in bed. Morgen weer boodschappen doen, dus ik weet nu niet precies hoe laat mijn coach is. Maar ik moet morgen naar de mondhygiënist. Dus nou dat, eigenlijk moet ik... Oh, dat had ik nog moeten doen. Moet ik het nog even doen. Ik had hem eigenlijk eventjes dat bitje in een beetje azijn moeten zetten. Want die kleurt een beetje. Dat was een tip van mijn moeder. Maar dat moet ik nog eventjes doen. Goed, ik ga nu in ieder geval eventjes lekker relaxen. Dus ik zeg bij deze dan tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is vandaag 19 september. Ik ben klaargemaakt, althans bijna. Ik moet nog even tanden poetsen en even lippenstift op. Want ik moet straks weer naar de mondhygiënist toe. Ik heb er niet zo heel veel zin in. Maar goed, het hoort er eventjes bij. Ja, altijd weer dat schoonmaken is op zich wel fijn, maar
Het voelt soms zo gevoelig. Het is niet fijn. Maar goed. Ik heb dat nieuwe stiekem gedaan. Wat ik bij de Boost Shop had gekocht. En dat werkt echt fantastisch. Het voordeel is dat dit is een... normaal gesproken, een stiek doe je het natuurlijk een aantal keren omheen. Maar ik heb met dunne stiekjes heb ik er heel erg last van dat mijn haar er heel erg in blijft zitten. Met scrunchies heb ik daar geen last van met een staart. Maar met gewone stieken dan blijft zeg maar... dat stiekje blijft heel vaak in mijn haar blijft eromheen zitten. Wat gewoon heel erg zeer doet. En dit stiekje... het is een soort rubber bandje. Dat druk je in je haar. Dan druk je hem plat en dan vouw je hem om. Hij zit dus heel stevig. Mijn haar kan geen kant op. Maar zo kan ik wel mijn haar in een half staartje hebben. Zonder dat ik bang ben dat mijn haar weer helemaal... Uiteindelijk dat het heel veel pijn doet, zeg maar, als ik het stiekje eruit moet halen. Dus dat is wel echt ideaal. Jullie kunnen het nu niet zien. Ik denk ook niet dat ik het kan laten zien. Want ik zou niet weten eventjes hoe ik dat moet doen. Maar misschien even in de spiegel straks. Maar het is wel echt super handig. Dus ja, ik ben er wel enthousiast over. Ze hebben dus ook dingen voor knotten. Alleen die hebben ze niet in een blonde kleur. Alleen wel in een donkere kleur. Nou, is het op zich zou het kunnen. Want je veegt je haar eromheen. Maar het is wel ideaal. Het is heel fijn. Ik snapte eerst even niet hoe het moest. Ik dacht, hoe moet dit nou? Maar ik heb hem nu door. En het is heel erg handig. Waar je niet meer er een paar keer omheen hoeft, zeg maar. Wat ook vaak een beetje zeer deed bij mij. En blijft wel goed zitten, ondanks met mijn dikke haar. Dus dat is wel ideaal. Goede uitvinding. Het is van het merk Ponio. Ik weet niet, dat zal niet iedereen wat zeggen. Maar dat schijnt een hele hype te zijn. En voor 5,95 vind ik het een leuk stiekje. Je had ook meerdere kleuren. Je had ook nog, geloof ik, een donkere en een leopard. Dus bij de Boosie Shop is die nog steeds in de aanbieding. Mocht je dat eventueel willen. Maar ik probeer het zo nog wel even te laten zien. Gisteravond heb ik gewoon gekeken naar Goede Tijden. Daarna naar Steenrijkstraat Arm. Op zich wel een hele mooie uitzending. Ik dacht alleen, deze mensen hadden een budget van 1080 in de week. De rijke mensen. Ja, dat is natuurlijk best wel heel veel geld. Ik bedoel, ik kan het niet uitgeven. Maar ik vond het in tegenstelling tot wat sommige gezinnen krijgen. Dat je bijvoorbeeld 2000 euro hebt gezien. Dan denk ik, nou, dus 1080 voor een rijk iemand misschien nog niet eens zo heel veel. Maar ja, wat weet ik ervan? Ik bedoel, ik ben geen rijk mens of zo. Althans, qua geld. Ik bedoel, qua dat je familie hebt en ja, gezond bent, ben je ook rijk natuurlijk. Maar als je het echt over geld rijk hebt, nee. Daar val ik niet onder. Maar dat maakt niet uit. Dus ik dacht ook van, ja, nee. Dan denk ik van, ja, je hebt wel eens meer gezien. Als ik dan zag wat ze allemaal uitgaven, dan dacht ik dat geld moet al lang een keer op zijn. Maar dan hoor je die voice-over zeggen, ja, het geld is nog lang niet op. Ik denk, hoe dan? Ja, blijkbaar kun je er, ja, heel veel kanten mee op. Maar ja, ze doen, je ziet ze ook geen boodschappen doen, weet je. En ze waren in Griekenland, misschien is alles daar goedkoper, dat weet ik niet. Misschien is Griekenland niet zo duur. Ik bedoel, hier is alles natuurlijk best wel duur als je kijkt naar boodschappen. Ik weet nog wel, vroeger had ik een budget voor mezelf in de week. Gewoon dat ik zoiets had, nou ja, 50 euro in de week aan boodschappen voor iemand alleen. Nou, daar red je het echt lang niet meer mee. Althans, ik niet. Misschien als je heel creatief bent dat je het nog wel redt. En als je geen huisdieren hebt. Maar met huisdieren wordt het sowieso allemaal wel duurder. En als je gewoon alles lust, is het misschien ook nog wel te doen. En als je misschien van groente houdt, bijvoorbeeld in potjes. Maar ja, daar hou ik al niet van. Of blikjes. Dus ik moet altijd alles vers. Maar goed. Een hele discussie die ik eigenlijk helemaal niet wilde oprakelen. Maar goed, dat kwam er even zo uit. Ik heb daarna nog even een spelletje gedaan. Toen ben ik weer lekker Emily in Paris gaan kijken. Echt superleuk weer. En daarna zie je zij. Toen ben ik naar bed gegaan. Heb ik weer heerlijk mijn boek gelezen. Wat ook weer heel fijn was. Nu ga ik zo even stofzuigen. Want mijn coach komt straks. Omdat ik naar de mondhygiënist moet. Ze probeerde er rond 2 uur te zijn. Anders werd het 2:10. Ik zeg, ja, ik hoop dat we dat wel redden. Want het is net krap zat. Maar goed, we gaan het zien. Dus ik ga dat eventjes doen. En dan neem ik jullie straks nog wel weer eventjes mee naar de winkel. Maar ik ga nu eventjes de stofzuiger er doorheen trekken en de bakken scheppen. En dan ben ik klaar. Dan zal ik nog even proberen of ik dat stiekje kan laten zien. Nou, ik heb dus nog 1 keer mijn pak aan. Ik denk dat het de laatste keer is van het seizoen. Het is nu nog redelijk weer. Ik heb alleen een hele rode vinger, want ik heb net mijn schoenen aangeprobeerd te doen. Mijn sokken zaten heel raar. Die zitten nog steeds raar. Ik heb mijn sneakers eronder. Maar ik zou even proberen om dat stiek te laten zien. En wacht even, dan probeer ik de camera te draaien. Kijk, hij zit hier. Oh god. Zo ziet hij er dan uit. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien, maar ik durf er niet. Ik denk het wel. Maar zo ziet dat er dan uit. Dus, maar goed, ik ga nu even naar de wc en dan ga ik zo meteen de deur uit. Maar dan hebben jullie dat ook weer even gezien.
terug van de boodschappen. Ik zal even laten zien wat ik heb gekocht. Ik was dit keer bij Albert Heijn. Ik heb er even de beschuit gekocht. Speklapjes. Verband. Ik had laatst de verkeerde gekocht. Nu de goede. Hamburgertjes voor straks, want ik had geen vlees uitgehaald. Boontjes. Normaal gesproken bij Albert Heijn doe je eigenlijk geen zakje om je boontjes. Maar ik heb gewoon een broodzakje gepakt, want ik had niet zo'n herbruikbaar zakje bij me. De rostirondjes van Albert Heijn vind ik altijd heel lekker. Dat. Aardappeltjes. Even kijken. Toetjes. Ik ga nu volgende week woensdag. Ik was ook even bij de Welkoop geweest. Daar had ik ook eventjes mijn kattengrit. En ik kreeg nog sokken voor mijn verjaardag. Dus ik heb deze sokken gekregen. Dan hebben we hier nog zo'n chocomel. Haribo vers. Kattenvoer. Oh ja, ik heb nog van die petjes gehaald. Dat zijn dan van die... Die kun je onder je ogen, die kun je hergebruiken. En dat was het eigenlijk. Dus ik heb niet heel veel boodschappen gedaan. Ja, het was ook wel een keer lekker. Ik had niet heel veel nodig, dus prima. Ik ga dit nu eventjes opruimen. Bij de tandarts of bij de mondhygiënist was het goed. Ze hebben alles schoongemaakt. Deed niet zo heel veel pijn, gelukkig. Ik was er een beetje bang voor dat het veel pijn zou doen. Maar voelde eigenlijk niet zo heel veel. Dus dat was wel heel prettig. Ik hoef nu over een half jaar pas terug. Dan heb ik gelijk weer combinatieafspraak met de tandarts. Dus dat. En verder, ja. Eigenlijk niet zo heel erg veel. Gewoon lekker zometeen. Ik ga dit even opruimen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik goede tijden naar het Roerom. Het was nog best warm trouwens in mijn pak. Ik dacht dat het iets frisser zou zijn. Maar het was best wel warm uiteindelijk. En ja, het was eigenlijk allemaal wel eventjes weer leuk om daar weer even te zijn. Dus verder helemaal prima. Verder ga ik vanavond dan mijn foto's bewerken. Emily in Paris kijken. En daarna ga ik lekker nog even CSI kijken. Dan ga ik lekker naar bed om mijn boek lezen en slapen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik heb nu verder niet zo heel veel meer te vertellen. Was verder ook niet zo heel bijzonder of zo. Ja, ik heb alles gewoon kunnen halen en dat is fijn. Dus dat ga ik eventjes doen. Dus dan zou ik bij deze gewoon zeggen weer tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is vandaag 20 september. Ik ben klaargemaakt. Ik heb net de video opgenomen, dus die staat er mooi voor op. Dat is altijd wel weer fijn. En ja, ik zit nu gewoon nog eventjes lekker op de bank. Maar ik ga zo even lekker aan de gang. Want ik heb nog een strijkwas die weggewerkt moet worden. Dus dat wil ik wel eventjes gaan doen. Dan is dat ook weer klaar. Wil ik ook gelijk even die nieuwe hoes om de strijkplank heen wurmen. Dus dat is wel fijn. Gisteravond heb ik gewoon gekeken naar Goede Tijden en daarna naar het Roerom. Was wel weer leuk om te zien hoor, want ja, ik vind het altijd wel heel uitdagend van mensen om te zien. En ik vind het ook altijd wel knap als ze die stap durven nemen. Maar je ziet toch wel vaak dat de inkomsten nog niet helemaal lekker lopen natuurlijk. Maar goed, dat moeten ze ook helemaal opbouwen, dus dat is natuurlijk ook helemaal prima. Maar ja, het was op zich wel heel leuk. Volgens mij had ik ook niet meer verteld dat ik trouwens, ik had woensdagavond nog naar Ajax gekeken en dat was echt... heel spannend. We hebben dik gewonnen. Maar het was ook wel heel leuk. Want Kalaassen die was weer teruggekomen naar Ajax. En Weghorst die maakte ook nog voor het eerst spelen. Dus dat was wel heel erg leuk. Maar dat wilde ik gewoon nog even vertellen. Omdat het onderdeel is van mijn leven. Verder heb ik gisteravond nog even lekker een spelletje gedaan. En toen ben ik lekker... mijn foto's gaan bewerken. Dat is helemaal gelukt. Dus dat is fijn. En hier wordt iemand die haalt uit dat niet mag. Toen ben ik lekker Emily in Paris gaan kijken. Nog twee afleveringen helaas. En die is dan wel weer klaar. Dus dat gaat altijd heel snel natuurlijk. En toen nog even zien. Je zei wat heel spannend was. Er moet een vervolg op komen. Dat kan bijna niet anders. Dus ik ben heel benieuwd. Maar dat zie ik zondag pas weer. En daarna ben ik lekker naar bed gegaan. Mijn boek gelezen waar ik heerlijk weer van genoten heb. Dus dat was allemaal eigenlijk helemaal prima. Heel fijn. Ik ga nu hier eventjes wat opruimen. En dan ga ik eventjes de stofzuiger erheen trekken. En dan ga ik de strijkbout even aanslingeren. Zodat ik even het strijkwasje kan doen. Want ja, dan ruimt dat ook weer wat op. En ja, dat wordt het dan ook. Want daar ben ik wel even zoek mee, denk ik. Dus dat ga ik eventjes doen. Dus ik neem jullie gewoon weer eventjes mee. Dus ja, dat is eigenlijk de planning. Niet heel bijzonder. Maar ja, hoort er ook eventjes bij, denk ik dan maar. Hè? Dus dat ga ik nu gauw doen.
Kijk, het is dus die hoes van de Action en dat zit echt heel erg goed. Dus hij zat er echt gelijk heel netjes omheen. Maar de strijk is nu klaar, dus nu kan ik hem naar boven brengen. Ik dacht, laat ik het nog even zien. Je kunt hem dan hier aan de onderkant, zeg maar, aantrekken. Maar dat was bijna niet nodig. Dus echt heel handig. Zo, ik ben lekker klaar. De strijk is klaar. Is wel fijn. Ik had alleen heel erg ruzie met dat dekbed overtrek van de IKEA. Want het is een heel glad stofje die gaat glijden. Maar hij was ook heel gekreut. Dus ik moest hem wel strijken. Maar het was een beetje lastig. Uiteindelijk is het wel gelukt. Dus alles is weer gestreken. Ik berg het morgen even netjes op in de kasten. Ik heb het nu even in de slaapkamer gelegd. Dan moest ik weer naar boven. En mijn lichaam die protesteert vandaag een beetje. Ik heb namelijk heel erg last van mijn rug. Heb ik al wel vaker verteld. En het zit nu weer even in mijn onderrug. En het straalt uit naar mijn zij toe. Mijn rechterzij. En ook naar mijn rechterbeen. Dus heel lang zitten lukt is heel erg lastig. Maar heel lang staan ook. En slapen is heel erg lastig. Dus ja, dat is gewoon even heel vervelend. Daar kan ik niet zo heel veel mee. Maar goed, de strijk is in ieder geval gebeurd. En ik ben wel blij dat ik ook de video heb opgenomen. De strijk klaar heb. Dus dat is altijd wel weer fijn. Nu ga ik zo even lekker relaxen. Ik ga lekker eventjes mijn broek voor mijn joggingsbroek verwisselen. Ga ik lekker even op de bank relaxen. En dan ga ik straks lekker douchen en eten. En vanavond ga ik kijken naar Hudson en Rex. Heel veel zin in. Nog even een spelletje doen. En nou, dan ga ik mijn video in elkaar zetten, blogpost schrijven, misschien nog wat aan de thumbnail doen dan voor de video van dinsdag. Ik ga gewoon even lekker wat klusjes doen, maar in ieder geval alles wat klaar moet zijn ga ik klaarmaken. Dan ga ik lekker verder met Emily in Paris en daarna ga ik weer kijken naar Scott en Bailey. Dan ga ik lekker naar bed weer heerlijk in mijn boek verder lezen, want daar heb ik zin in. Ik denk ook even dat ik mijn nagellak eraf ga halen, maar ja, het zit op zich nog best wel mooi. Ik heb hem heel ietsjes bijgewerkt gisteren voor de video. Maar op zich zit het verder nog prima. Dus dat wordt mijn planning. Ik ga nu dus eventjes lekker in de relax modus. Want ik heb echt nu best wel redelijk veel pijn. Het komt uiteindelijk allemaal weer goed. Ik doe nog steeds mijn rugoefeningen. Maar ik heb er nu gewoon even weer wat meer last van. Mijn camera is ook bijna leeg. Dus ik ga bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is vandaag 21 september. Ik heb nu toevallig wel eventjes het shirtje aan die ik gisteren ook aan had. Want hij kon nog wel een dagje. En dan vond ik het zonde om eigenlijk weer echt iets heel schoons weer uit de kast te pakken. Want dan dacht ik, ja, dat weet je, je kunt ook was maken als het niet nodig is. Dus vandaar even hetzelfde shirtje aan. Ik heb even mijn raam opengezet en ik heb mezelf klaargemaakt. Ik was net even aan het videobellen met mijn moeder Nathalie en Lente. Lente had een heel leuke nieuwe onesie. Die ging ze even laten zien. Echt super leuk. En nu wilde ze even wat dingen vertellen en laten zien. Echt super schattig. Dus super leuk. Dat was wel eventjes gezellig. Met mijn rug, dat gaat eigenlijk nog steeds niet echt lekker. Ik moet gewoon aspirine slikken, maar het is, ja, het is een drama. Ik weet het gewoon niet. Mijn moeder die heeft wel zo'n even denken hoe dat nou heet. Ja, zo'n band voor mijn rug gehaald. En dan wordt je houding ook gecorrigeerd. Want dat heb ik eigenlijk wel even nodig. Want ik loop ook heel... Ik weet gewoon, ik loop altijd heel ineengedrukt. Ik ben niet iemand... Sommige mensen lopen heel zelfverzekerd, hè. Maar dat heb ik niet. Er gebeurt hier van alles. Nou ja, goed. Ik ga zo wel even reageren. Er komen ineens allemaal appjes binnen. Dus ik hoop dat dat ook wat gaat helpen, maar het zit nu voornamelijk in mijn onderrug, dus dat maakt het lastig. Gisteravond heb ik lekker gekeken naar Hudson en Rex, dat was weer echt super leuk. En super spannend ook, weer een hele mooie uitzending. Ik heb nog even een spelletje gedaan, ik heb de video in elkaar gezet en mijn blogpost geschreven, dus dat ging eigenlijk ook allemaal wel weer soepel. En toen ben ik lekker Emily in Paris gaan kijken, vanavond de laatste uitzending. Wel jammer, maar ik heb er wel weer intens van genoten en nou ja, ik ga er toch wel vanuit dat er een seizoen hier achteraan nog weer gaat komen, want het is zo populair. Lijkt me nog niet dat dit kan stoppen. Maar goed, je weet het natuurlijk nooit, want je weet ook niet met financiën en alles hoe dat zit. Want ik denk dat zo'n productie best wel veel geld kost, maar het was heel spannend. En daarna heb ik lekker Scott en Bailey gekeken en dat was een vervolg op vorige week. En dat was ook wel weer heel erg leuk. Ik ga nu even stofzuigen, ik wil even de kwasten wassen. Ja, ik kreeg nog een pakketje binnen. Volgens mij is dat mijn gewonnen dingetje. Zal ik zo wel eventjes pakken, ik had dat gewonnen.
En ja, dan ga ik misschien nog even boven wat doen. Ik moet even gewoon het ene tanden even wat dingetjes doen. Dus ik neem jullie gewoon weer mee. Ik wilde eigenlijk ook nog wel eventjes mijn balkon alvast een beetje opruimen. Maar dat gaat hem allemaal niet meer worden. Want nu met die rug, ik moet niet te veel doen. Dus nou ja, dat is het dus nu eigenlijk. Dan moet ik ook even mijn berggoed zo naar boven opbergen. Maar ik zal eerst even dat pakketje pakken. Want ik ben wel benieuwd. Ik denk dat het is wat ik gewoon heb. Want ik heb niks besteld of zo. Deze envelop lag dus voor mijn deur. Nou, ik ga het even zien, maar ik denk eigenlijk gewoon dat dat het is. Ja, zie. Ik had van de libresse had ik een menstruatieonderbroekje gewonnen. En ik heb hem in maatje M gekozen. Je kon kiezen en ik had even gekeken bij S van wat is daar de maat van. Maar die zag er toch een beetje... Ik keek naar het matenbelletje 34, 36. Toen dacht ik, ja, die 36 kan, maar die is 34. Dat wordt wel heel krap. En ik denk, ja, zo'n menstruatieonderbroekje in maat S. Ik denk dat het ook wel lekker is als het iets ruimer zit. Dus die had ik gewonnen. Dus dat is deze. Dus ik ga het gewoon eens proberen, want ik ben benieuwd. Je kunt dit wassen. Dus ja, ze waren nu trouwens bij de trekpleister ook voor 10 euro te koop. Normaal geloof ik kosten ze wel 20. Maar goed, ik heb die. Dus dat was even dat pakket wat ik had gewonnen. Nu ga ik even lekker wat aan opruimdingen doen. Zo, ik ben lekker klaar. De katjes hebben net heerlijk hun eten gehad. Ik ben toch even boven aan de gang geweest. Dat was toch wel eventjes fijn. Ik heb wel weer het een en ander kunnen doen. Wat kleding teruggehangen. En nu moet ik niezen. Dat was een gekke nies. Je hebt al dozen plat gemaakt. Die kunnen mooi naar het oude papier. Want die wordt volgende week toch geleegd. Dus dan kan dat mooi weg. Dan heb ik even al mijn t-shirts naar beneden gehaald. Die heb ik eventjes in een boodschappentas gedaan. Dan ga ik die vanavond gewoon bij televisie kijken eventjes netjes opvouwen. Ik heb altijd zeg maar twee rijen. Want ik ga nu mijn t-shirts draag ik niet meer. Maar kan bijvoorbeeld nog wel onder een vestje lekker zijn. Straks als het kouder wordt. Dus wat ik dan doe is ik doe zeg maar mijn t-shirts die heb ik altijd op een bepaalde... Ik heb zeg maar t-shirts waar geen printje op zit, maar t-shirts met printen. Nou, die met printen zijn wel echt de overhand. Dus die leg ik altijd gescheiden van elkaar. Dus de egale t-shirts zonder print, die liggen op een aparte plank en de t-shirts met print. Maar het kan allemaal niet meer zo heel erg netjes. Dus ik wil alles even netjes opvouwen en dan kan het allemaal netjes de kast in. Dan is het gewoon klaar. En ik heb nu ook de laatste t-shirts volgens mij wel uitgewassen, want ik draag alweer eventjes de lange mouwen. En dan kan ik die ook weer mooi netjes rechtleggen. Dan is dat klaar, want ik had ook de pyjama's al helemaal netjes opgeruimd en zo. Dus dat is ook wel weer prettig. En dan moet ik alleen nog even de plank van de hemdjes netjes maken. Dan is dat ook alweer klaar. Maar ja, het was wel fijn. Ik heb mijn beddengoed weer netjes in mijn kast gelegd. En nou ja, zo ruimt het beetje bij beetje wel weer een beetje op. Dus dat is wel weer heel erg prettig. Morgen nog even wat dingen wegleggen, hoop ik. Ik heb even lekker de kwasten natuurlijk gewassen. En nog even heerlijk in mijn bullet journal. In mijn blog en YouTube-boek aan de gang geweest. Voor mijn bullet journal doe ik ook nog steeds dingen. Maar ik ben nu vooral alle verhaaltjes aan het schrijven. Want dan moet ik nog steeds een nieuwe kopen. Maar dat maakt niet uit. Dan kan ik het later inplakken.
Dus op zich was het wel een lekkere middag. Nu heb ik een beetje last van mijn arm, want al die pijn in mijn lichaam trekt een beetje door. Ik krijg dus heel snel kramp in mijn armen. Ik heb het in mijn benen en in mijn heup. Dus dan heb ik nu toch wel weer een beetje genoeg gedaan voor nu. Ik heb wel eventjes lekker nog de bol open gehad om een beetje te laten luchten. Ik vond het een beetje muffig of zo binnen. Dus ik dacht, ik zet het even open. Vonden de katten ook wel weer lekker. Alles is stofgezoogd, dus is verder allemaal wel weer goed. Nu ga ik eventjes lekker relaxen en straks lekker douchen en eten. Ik denk dat ik tijdens het eten nog even wat op televisie terug ga kijken. Dat. En dan vanavond hebben we Ajax. Yes, zin in. Tegen wie spelen wij? Ik moet het heel eventjes opzoeken. Ik weet het niet. Eventjes. We moeten uit. Maar we hebben natuurlijk ook gewoon Talentenzee in de lucht. Dus ik doe gewoon twee schermen. Ik ga heel even checken. En dan ga ik daarna even 30 seconds kijken. Nog wel even een spelletje doen. Even verder met Mario. Maar volgens mij zat ik een beetje vast. Ik moet even hulp vragen aan Natalie. Heb ik alweer wat voor elkaar in een week tijd. Go Ahead Eagles spelen we vandaag tegen. Dan ga ik de vlog voor het grootste gedeelte in elkaar zetten. Nog even wat computerdingetjes doen. Ik had de thumbnail voor maandag, voor de video van dinsdag al bijna klaar. Dus dat was lekker. En dan ga ik lekker de laatste aflevering van Emily in Paris kijken. En daarna weer lekker Danny Lewinsky. En dan ga ik mijn boek lezen. Ik denk dat die uitkomt. Ik ben echt op zo'n spannend punt gestopt, want ik was ook wel moe en ja, dan dat ik niet zo lang op één houding kan liggen. Ik denk, nou prima. Dus dat. Ik ga jullie dan gewoon morgen zien, want ik ga nu verder niks meer doen dan eventjes lekker in de relax-modus en mijn benen ook even rust geven. Want ik zit nu zeg maar zo met mijn benen opgetrokken. Nou, dat doet zoveel pijn, dus dat red ik bijna niet. Dat ga ik doen, dus ik zou bij deze dag gewoon zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is vandaag 22 september. Ik ben gewoon nog eventjes lekker op de bank aan het zitten. Ik heb het raam maar even opengezet. Want het zou vandaag eigenlijk heel bewolkt zijn. Maar het is toch zonnig. Dus ik dacht, nou, dan gaan we nog eventjes een dagje luchten. Morgen gaat de temperatuur best wel naar beneden. Dus dan zet je het niet zo snel meer open. Want dan heb je het ook wat sneller fris, denk ik. Althans, ik wel. Maar goed, dus voor nu wel eventjes lekker. Gisteravond had ik natuurlijk twee schermen, want ik heb naar Ajax zitten kijken, wat eigenlijk een beetje om te huilen was. Was niet echt heel erg goed. Uiteindelijk 1-1 gespeeld, maar ik had er misschien te veel van verwacht. Ik hoopte eigenlijk dat het beter zou gaan, maar dat ging het eigenlijk niet. En ik heb ook Talentenzee in de lucht gekeken, was de laatste aflevering. En dan heb je vanaf volgende week allemaal andere programma's die ik niet echt leuk vind. Ik heb ook nog even 30 seconds gekeken. Nou, toen belde Natalie nog even over iets. Dus daar nog even mee gepraat. Ik heb nog wel even lekker Mario gedaan. Ik kwam uiteindelijk toch verder. Het was heel simpel. Ik moest per se dat leveltje halen, wat me dus steeds niet lukt. En uiteindelijk is het gelukt. Dus dat was fijn. Zo kon ik lekker verder. Maar nu zat ik vast bij slakken. En daar gaan we vanavond wel weer eventjes mee verder. De vlog is voor het grootste gedeelte klaar. Toen heb ik lekker Emily in Paris gekeken. Ja. Er komt wel een volgend seizoen, dat is wel fijn. En het kreeg een hele bijzondere wending, dus ik ben wel heel erg benieuwd hoe dat volgend seizoen verder zou gaan. Maar ja, dat duurt toch weer heel lang voordat dat op televisie is. Of op Netflix moet ik zeggen. En daarna heb ik gekeken naar Danny Lewinsky. En toen ben ik lekker naar bed gegaan, heb mijn boek uitgelezen. Dus ik mag vanavond een nieuw boek starten, is ook altijd wel leuk. Ik ga zo eventjes stofzuigen. En dan ga ik even naar boven. De groenten heb ik gisteravond al even afgehaald, dus dat hoeft niet meer. Dus dan kan ik lekker even boven aan de gang en dan ga ik straks gewoon even foto's maken. Ik had net een hele bijzondere vlinder, die zat hier bij de voordeur. Daar had ik een foto van gemaakt. Lente is heel fan van vlinders, dus ik had hem eigenlijk ook gemaakt voor Lente. Even kijken. Kijk, best wel een bijzonder exemplaar, maar ik kreeg hem niet beter in beeld. Want je zit met het licht, maar ik vond hem op zich wel bijzonder om te zien. Maar er zat ook alweer een wesp, dus ik hoop wel dat hij zelf even wegvliegen. Maar daar ga ik wel vanuit dat het straks wat frisser wordt. Ik ga nu eventjes gauw wat dingen doen en dan ga ik even lekker naar boven. En dan ga ik daar weer eventjes verder. Dus laat ik straks even de fotospullen zien. Fotospullen, ik ga het Harley Quinn paletten fotograferen. Die ga ik dan ook reviewen. Dan heb ik hier twee Plumpin' Up lip boosters van Catrice.
En deze ga ik doen. Het luchtje van Zwitserland vind ik ook wel leuk om die te gaan doen. Kijken of die sticker eraf krijgt, want het ziet er niet zo heel erg mooi uit. Dus daar ga ik nu eventjes foto's van maken. Zo, ik zit net weer. Ik ben even lekker boven aan de gang geweest. Dus ja, op zich was het wel lekker. Maar soms weet ik even niet meer waar ik heen moet. En dan is het steeds van de ene naar de andere kant verslepen. Dus dat is niet zo heel handig. Maar er komt wel wat meer schot in. Dus dat is fijn. Ik heb de foto's gemaakt. Dat is fijn. Die zijn ook weer klaar. De katjes hebben nu net lekker eten gehad. Oeh, maar ik had het er warm van boven bezig zijn. Ze had echt gewoon mega spin. Dus ik ben even met de vliegenmuppen naar boven gegaan. Want ik denk ik zal er meer beesten tegenkomen. En ja, vooral ook heel veel dozen die leeg waren. Die heb ik nu eventjes de naam van afgekrast en zo. Dan gaan die morgen de kliko in. Dat is ook wel lekker. Dat ruimt ook wel een stuk op. Want ja, dat is natuurlijk ook gewoon een drama. En ik wil ook gewoon dan als alles de vloer helemaal leeg is. Dan kan ik lekker die knutselhok gaan opruimen. Want daar heb ik ook wel weer zin in. Maar ja, gewoon eventjes kijken hoe het allemaal een beetje ruilt en zelt en gaat lopen. Dus dat moet ik gewoon eventjes zien. Ik ga nu zometeen eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. En dan vanavond heb je Alberto Stegeman, laatste aflevering. Dus ik ben wel benieuwd. Volgens mij ging het ook weer over iemand die terminaal ziek was. Dat vind ik altijd wel heftig. Maar ja, het zijn ook wel onderwerpen die natuurlijk bij horen. Ja, en als er kwakzalvers actief zijn, moet dat zeker wel in beeld gebracht worden. En daarna ga ik nog even verder met Mario en eventjes die alles kunnen maar weer kijken. En dan ga ik mijn foto's bewerken, ik ga mijn nagels lakken en dan ga ik lekker de nieuwe Netflix serie beginnen. Dat is het, dat tweede seizoen van Dahmer, maar dan natuurlijk is het een ander verhaal. Want die Dahmer, dat is een afgesloten verhaal. Maar zijn foto staat er nog steeds bij als je op die serie klikt. Dus dan ga ik dat kijken en daarna zie je zij. En dan ben ik benieuwd naar of dat verder gaat. Dus dat is eigenlijk voor nu de planning. Ik ga nu eventjes wat drinken en dan ga ik eventjes lekker relaxen. Dus bij deze zou ik gewoon zeggen tot morgen. Een hele goede middag. Het is vandaag maandag. Het is 23 september. Ik ben klaargemaakt. Het geluid is hier weer over. Ze waren net namelijk bezig met blaadjes blazen en aan het schoffelen. Maar ze zijn denk ik nu verderop bezig. Of misschien al wel klaar. Want ik kon net mezelf niet eens echt horen. Maar het is nu weer voorbij. Dus nu kan ik gewoon eventjes mooi de vlog openen. Ik heb gisteravond naar Alberto Stegeman zitten kijken. En daar heb ik echt met open mond naar zitten kijken. Het ging nu namelijk over twee mensen die beweerden dat ze tumoren uit iemands lichaam konden verwijderen zonder dat ze dus hoeven te snijden. Dat zouden ze dan zeg maar, dan gingen ze eerst met een bepaald metertje, uiteindelijk was dat metertje gewoon 14,95 wat je gewoon overal bijna kunt kopen. Gingen ze meten waar de tumoren zaten en zo alles naar één plek gemasseerd worden. En uiteindelijk dan deed hij net of dat hij het uit het lichaam zoog. Zag je hem eerst naar een ander kamertje gaan om bepaald vlees in zijn mond te doen. En dan uiteindelijk dan kwam dat in een bakje. Ja, nee, dit zijn je tumoren. Nou, verschrikkelijk natuurlijk, want dit was een mevrouw die was ook al opgegeven. Die dus undercover ging samen met een collega van Alberto. Nou, dat kostte €195. Kinderen waren dan goedkoper. Maar je snapt gewoon niet dat dit soort mensen bestaan. Want ik kan me best voorstellen dat als iemand bijvoorbeeld echt wanhopig is. Hè, dat ze bijvoorbeeld te horen hebben gekregen dat ze niet meer kunnen genezen van de artsen. Kan ik me ergens best wel voorstellen dat je daar misschien dan een soort van in zou tuinen. Omdat je dan alles nog wil doen om te blijven leven. Maar ja, het kan natuurlijk niet. Want ik bedoel, als een arts zegt, we kunnen niks meer voor je doen. Dan kun je daar denk ik wel van uitgaan dat dat gewoon ook echt zo is. En ja, je snapt gewoon niet dat dit soort mensen over de rug van andere mensen die echt ernstig ziek zijn. Die misschien hoop eruit putten geld verdienen. Nou ja, ze hebben ze uiteindelijk geconfronteerd. Hij ontkende alles. Hij begaf ook best wel een grote mond. En het kon niet dat ze dat gefilmd hadden. Ze ontkenden echt alles. Maar goed, ze hoopten in ieder geval dat er mensen waren die zich nog wilden melden bij het programma. En ook zeker aangifte zouden doen natuurlijk, want ja, het was verschrikkelijk. Het was echt heel erg om te zien. Ik snap niet dat dit soort mensen bestaan. Daarna heb ik nog eventjes lekker Super Mario gedaan. En nog even die alles kunnen gekeken. En toen ben ik mijn foto's gaan bewerken.
En toen ben ik aan de gaan kijken naar seizoen 2 van Monster. Seizoen 1 hadden we natuurlijk Jeffrey Dahmer. Dat was wel echt een monster. Dit seizoen gaat over twee broers. Erik en Lel. En nou ja, die gaan natuurlijk ook vermoorden. Ik ga niet zeggen wat er gebeurd is, want misschien is het iets wat je zelf nog wilt gaan kijken. Maar ik ben dan iemand, dan ga ik daarnaast eventjes op internet kijken van, ik ben dan benieuwd, hè. Dit is waarschijnlijk weer iets wat heel lang geleden gebeurd is. Hoe leven deze jongens nog? Ja, hoe en wat? Het beste zou waarschijnlijk zijn geweest als ik gewoon gewacht had tot het einde van de serie. Maar dan ben ik te nieuwsgierig en wil ik alvast kijken. En toen zag ik toch wel dingen waarvan ik dacht nu al in de eerste aflevering. Het klopt niet helemaal met het verhaal hoe het in het echt verteld wordt. En hoe het op tv uitgezonden wordt. Nou weet ik wel, het is een serie. Dus misschien moet je niet alles te letterlijk nemen. Maar het is natuurlijk wel gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. En dan denk ik wel van ja, ik mis dan toch het een en het ander. Ik heb ook mijn nagels gedaan, maar ik ben mijn nagellakje vergeten. Die ga ik even pakken. Ik kwam weer een beetje normaal lopen, want mijn rug doet niet meer zozeer gelukkig. Daar ben ik blij om. Dat was wel echt verschrikkelijk. Dus dat. En welk lakje heb ik opgedacht? Weer van de Hidden Jungle. En nu heb ik dit kleurtje gedaan. En dit is de 03 Golden Hair. En deze heeft een iridescent effect. Dat is wel super leuk, vind ik hem. En ze beginnen weer te blazen. Daarna heb ik nog even lekker CSI gekeken. En toen ben ik naar bed gegaan. Ben ik lekker een nieuw boek gestart. Weer super leuk boek die ik moeilijk kon wegleggen. Maar ik kwam heel slecht in slaap. Ik had een beetje last van dat bitje irriteerde me een beetje. Dat knarsige bitje. En ja, dan kan ik gewoon heel slecht in slaap komen. En uiteindelijk ben ik wel in slaap gevallen. Maar ik had het weer heel erg warm met slapen. Dus toch weer die ventilator even aan. Blij dat ik hem nog niet naar boven had gedaan. Het is vandaag trouwens ook 20 graden. Maar heel erg bewolkt. En als het goed is begint het straks een beetje te regenen. Dus dat vind ik ook wel weer gezellig. Ik ga nu hier aan de schoonmaak. Maar ik heb dus Super Mario Wonder gespeeld. Die had ik voor mijn verjaardag gekregen. En het leek me wel leuk om dat aan jullie te laten zien. Oh, fijn dit. Dus dat ga ik jullie laten zien. Mocht je dat nou niet leuk vinden, spoel het gerust door. Maar ik zal het spel nog even laten zien. Het hoesje. Oh, wat vervelend dit. Super Mario Bros. Wonder. Die ga ik dus jullie laten zien hoe je die kunt spelen. Goed, dat ga ik nu doen. Ik ga eventjes de was en zo pakken. En dan kunnen jullie daar even naar kijken. En ja, dan ga ik eventjes lekker aan de gang.
Zo, ik ben klaar. Alles is weer lekker schoon. Ging eigenlijk vrij vlot, dus dat was wel heel erg lekker. Gelijk oud papier in de bak gedaan, dus dat ging eigenlijk allemaal heel voorspoedig. Daar ben ik heel blij mee. Ik had wel gelijk weer twee vliegen in huis, maar die heb ik ook alweer weg hoor. Maar ondanks dat ik horen heb, komen er echt soms nog wel eens een vliegje binnen. Maar goed, ze zijn weer weg. De was was zelfs al klaar, dus die heb ik ook al opgehangen. Dus die is ook weer lekker weg. Wat fijn altijd hoor, weer even een was doen. Dus nou, dat is ook allemaal weer heel prettig. En nu ga ik zo even lekker relaxen, want nu ben ik een beetje moe. Komt er helemaal goed hoor, maar ik gewoon nu eventjes weer wat meer last van mijn rug en zo. Want dan ben ik gewoon wat meer bezig geweest en heb ik mijn muziek aan en dan ga ik ook eigenlijk best wel lekker. De katten zijn ook weer helemaal blij met de schone bakken en ze hebben weer lekkere schone bakjes en ook drinkbakjes. Alleen Mickey die drinkt dus een beetje slecht. Dus ja, misschien eens een keertje kijken naar zo'n waterfontein, maar ik moet eventjes kijken, want ze zijn best wel duur en ik heb het voor hun echt wel over. Maar ik zou het zo zonde vinden als ze er geen gebruik van gaan maken, als ze het bijvoorbeeld heel eng zouden vinden. Dan vind ik het zo zonde van het geld, weet je, want ze zijn toch al gauw €50 heb ik ze gezien. Je hebt ook wel hele kleintjes, maar dat is met drie katten natuurlijk niet handig, dus daar moet ik nog eens eventjes in verdiepen. Maar net wat ik zeg, het zou zonde zijn als ze het niet gaan gebruiken. Maar Mickey die drinkt nu voornamelijk uit de wasbak. Dat vindt ze heel lekker. Als daar vers water instroomt, vindt ze het heel fijn om daar te drinken. Nou, ook prima. Ik ga nu zo even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond ga ik gewoon weer kijken naar de Meilandjes en Goede Tijden. Even een spelletje doen. Dan ga ik mijn video van morgen in elkaar zetten. En mijn blogpost schrijven. En dan ga ik weer lekker verder met de Netflix-serie. En daarna zie je zij. En dan ga ik lekker weer naar bed om mijn boek te lezen. Want daar heb ik al wel weer zin in. Ik ben in ieder geval wel weer blij met wat ik allemaal heb gedaan vandaag. En ik hoop dat straks de regen nog komt. Want het is nog steeds droog. Dus ik ben benieuwd of er nog een buitje gaat vallen. Want het is toch alweer wat warmer in huis. Dus het zou wel lekker wezen als het wat gaat afkoelen. Maar goed, dat ga ik zien. Ik ga nu relaxen. Dus bij deze zeg ik tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 24 september. Ik ben klaargemaakt. Ik heb dat stiekem weer in. Ik heb hem nu ietsjes anders gedaan, waardoor het effect iets speelser is. Hij moet eigenlijk een beetje zo, maar ja, mijn haar leidt altijd toch een beetje in eigen leven. Maar ik vind het wel leuk, want je ziet nu meer die plukkers. Ik vind het wel heel leuk, dus je kunt het een beetje zo doen. Ik vind het wel een leuk staartje geworden. Er zit ook niet zo heel veel haar in. Misschien als ik nog meer haar pak dat het beter gaat, maar ik vond dit eigenlijk wel leuk. Ja, prima. Gisteravond heb ik gekeken naar Goede Tijden en daarna naar de Meilandjes. Ik moest ergens ook wel lachen hoor. Ze gingen in zo'n grot. Dit is allemaal al wel op televisie geweest. Maar ik heb het dus opgenomen. Dus ik kijk het vanaf het begin, zeg maar. En Martien vond dat heel eng. Ik vond het ook wel een beetje eng eruit zien. En dan moesten ze allemaal modder op het gezicht. Anders kwamen de vleermuizen tegenaan. Maar ja, op zich wel leuk. Het ging natuurlijk ook weer van alles fout. Dus was wel weer leuk om te zien. Toen heb ik daarna eventjes nog lekker een spelletje gedaan. En toen ben ik mijn video in elkaar gaan zetten en mijn blogpost gaan schrijven. Ging eigenlijk allemaal wel lekker. Ik heb nog een paar foto's bewerkt voor de blogpost van vrijdag. En toen ben ik lekker verder gegaan met de serie op Netflix. Ja, ik vind het echt heel leuk. Leuk is niet het juiste woord. Ik vind het spannend. Het is gewoon bizar hoe iemand tot die daden natuurlijk komt. Kijk, het is natuurlijk... Ja, ik zei het net verkeerd. Ik zei leuk, maar het is geen leuke serie. Want ja, ik bedoel, er gaan wel mensen dood. Dat is nooit leuk. Maar ik vind het wel interessant om in de hoofden van zulke mensen een soort van beeld te krijgen van hoe dat gaat. Ik ben dus ook een beetje gaan lezen. En het schijnt dus nu dat ze misschien vrij kunnen komen. Dat er toch weer iets nieuws gemeld is. Maar je ziet ook wel dat er ook best wel veel fouten zijn gemaakt, zeg maar, in het onderzoek. Ja, dat vind ik wel interessant eigenlijk gewoon om te zien. Ik vind het een interessante serie, laat ik het zomaar zeggen. Daarna nog even CSI gekeken. Toen ben ik lekker naar bed gegaan. Heb ik weer een heel deel van mijn boek gelezen. Dus die is alweer bijna uit. Was ook niet een heel dik boek hoor. Maar wel zo'n lekker boek wat lekker wegleest. Ik zie hier een bobbel wat me niet bevalt. Eigenlijk heb ik er wel weer van genoten. Nu ga ik zometeen eventjes stofzuigen. Ik heb nog een pakketje binnen. Die ga ik eventjes laten zien. En dan ga ik de video opnemen voor zaterdag. En dan ga ik weer even lekker diamond painten. Ik voel mijn rug nu ook weer ietsjes meer.
vaak ook wel nu een beetje na het slapen en zo. Dat is allemaal een beetje funest, maar dat komt vast wel goed. Dan zou ik nog een keer de matras om kunnen gooien, want ik heb één matras, ja, die is gewoon nog nooit opgeslapen, omdat ik altijd op mijn één matras lig. Dus die zou ik altijd nog een keertje kunnen omwisselen, dat ik daarom op ga slapen, want ja, die is gewoon nooit beslapen. Omdat je alleen in bed ligt natuurlijk, dus ik ben wel benieuwd. Dat zou ik ook nog een keertje kunnen doen. Ik zal even het pakketje pakken en dan ja, ga ik daarna even wat dingen doen. Dan neem ik u straks even mee met Diamond Painten. Pakketje van de Bougie Shop, dus dat kan maar één ding betekenen. Nieuwe make-up natuurlijk. Dus een nieuwe trendeditie van Essence. Die is vanaf eind september verkrijgbaar in de winkel. Maar Bougie Shop heeft het altijd ietsjes eerder. Waar heb ik... Ik heb hem. Hij is open. Ik zal even uitpakken. Ik had ook nog even nieuwe foundation en concealer mee besteld. Ik heb allereerst nog zo'n deze gekocht. En deze is om een knot mee te maken. Die is dus ook van het Ponio. Hier kun je dus een knotje mee maken. Ik heb wel de donkere kleur, want de lichte kleur die is er niet. Maar die kun je dan dus ook zo buigen. Maar je haar gaat hier omheen. Maar dat laat ik nog wel een keertje zien als ik dat ga doen. Hij was nu nog in de uitverkoop. Even netjes openmaken. Het zit altijd gelukkig goed verpakt. Daar word ik wel blij van. Want ja, het is altijd best wel een beetje breekbaar. Hè? Essence heeft namelijk een nieuwe trendeditie. En dit is de Blooming Light collectie. Of de Bloom Light moet ik zeggen. En ze hadden ook leuke nagelfolietjes. En dat zijn deze. Die kun je zonder UV-lamp gebruiken. Dus die kun je gewoon op je nagels plakken. En dan veilen. Dus je hoeft ze niet hard te laten worden. Maar er zitten wel hele mooie bloemeffecten in. Ook was er een leuke scrunchie. Met deze. Ik vind het leuk. Het is een soort velvet. En dan ja, leuk. Een soort van oortjes zitten eraan lijkt het. Dan is er een... zal ik nog even de naam opnoemen? Dat is meestal wel fijn om te weten. Deze heeft een... De scrunchie heeft de naam 01... Love at First Bloom gekregen. En de stickertjes hebben de naam 01... Moonflowers are my favorite gekregen. Dan is er een mooie lipgloss. Ik vind de verpakking ook heel mooi. Kijk eens even dat mooie bloemetje erop. Hij doet me een beetje denken aan zo'n paletten van Max & More. Dat was een van de eerste grotere paletten. Ook met zo'n mooie bloem erop. Dit is de lipgloss. Deze heeft vast een naam gekregen. Die ik sowieso niet kan lezen. Dus die zal ik eventjes in beeld neerzetten. Want het is, kijk, het is roze op roze. Dat kan ik nooit lezen. Maar dat is de lipgloss. Dan is er ook een bijpassende lipliner. Kan ik hier dan wel de naam van lezen of wordt dit ook een drama? Nee, dit wordt ook een drama. Ik kan het gewoon echt niet lezen, dus ik zet die namen eventjes in beeld neer. Dan hebben ze een dubbele oogschaduw. Kijk, de liquid oogschaduw. Kan ik wederom niet lezen. Ik zet die namen die ik niet kan lezen gewoon in beeld neer, dan weet je dat. Dan hebben ze een hele mooie blushlighter, dat is deze. Deze heeft dan daarna 01 Make of Stardust gekregen. Made of Stardust. En die ziet er dan zo uit, heel erg mooi. Even kijken... Dan is er nog een leuke eyeliner. En deze is, als het goed is, een beetje paars. Het is een matte eyeliner. Dat is deze. 01 Blooming in the Dark heeft hij de naam gekregen. Superleuk. En deze prachtige lipstick is er dan. Die past dan ook weer bij de lipgloss en de lipliner. Kan ik hier de naam soms van lezen. 01 Kisses at Midnight. Dus ook wel echt super leuk. En die ziet er dan ook heel erg mooi uit. Want kijk, hij ziet er heel donker uit nu. Een heel mooi effect in de lipstick. Dus
is wel grappig, want dit is wel echt van hard. En de huls is verder gewoon van karton. Ik kreeg een gratis lipgloss. Dus ik heb een Juicy Bomb Shiny Lipgloss gekozen. Ik kon een cadeautje kiezen. Ik heb voor deze gekozen. Dan heb ik gewoon weer eventjes mijn foundation besteld. Ik heb altijd de lichtste kleur. En het is als goed is ook deze. Fresh Porcelain koop ik altijd. En dat heb ik ook gedaan van een nieuwe concealer. Want die begon ook alweer op te schieten. En daar heb ik ook de lichtste kleur van. Fair is dat. Dus dat is wat deze collectie is nu bij Boostershop te koop. Maar vanaf volgende week als het goed is ook in de winkel. Misschien al iets eerder. Eind september houden ze aan. Maar je weet nooit precies wanneer het komt. Maar dan weet je dat in ieder geval. Hier komt uiteraard nog een video van online. Nou, van mijn staart is niks meer over. Kijk, hij is heel erg gaan zakken. Hij moet toch meer op mijn achterhoofd. Dit zo hier voorop, hoe leuk het effect ook is, het werkt gewoon niet zo goed. En hij hangt me nu ook voornamelijk zo steeds in de weg. Dus dat was niet zo'n goed idee, maar het was leuk om te proberen. Maar dan doe ik hem gewoon weer meer achter op mijn hoofd. Dat is ook prima. Dat werkt wel heel goed, want ik heb wat minder haar, dus dan pakt hij ook niet zo goed. Maar dat komt gewoon, ik heb natuurlijk super dik haar. Dus dat was niet zo'n heel groot succes, maar het was wel leuk om te proberen. Alles is gelukt. Video is opgenomen, ging volgens mij goed. Dus daar ben ik blij mee. Diamond painten was ook wel weer eventjes leuk. Ik heb nu even met één kleurtje gewerkt. Want alles plakt een beetje. Maar het is soms gewoon lastig. Omdat ja, je niet alles hoeft te painten. Dus je ziet er wel snel haartjes op. Dus ik hoop dat die op de een of andere manier nog wel afkrijg. Dus ik heb net even mijn statief opgeruimd. Ik moet nog even wat kleine andere dingetjes doen. Stempeltjes en zo moeten nog even afgewassen. En weer netjes opgeborgen worden. Maar die zet ik zometeen wel eventjes in een sopje neer. Dus dat is eigenlijk allemaal wel lekker. En ja, nu hebben de katten het lekker gegeten. En ik ga even eruit doen, denk ik zo. Dan ga ik zometeen eventjes lekker relaxen en straks lekker douchen. Vanavond ga ik gewoon weer kijken naar Goede Tijden en Vier Handen op één Buik als het komt. Daar ga ik toch wel vanuit. Dan kan ik wel eventjes checken meteen. Ik heb toch de afstandsbediening hier nog liggen. Even kijken of het wel komt. Want en anders kan ik er eentje terugkijken, want ik heb er nog een paar op staan. Werk je ook nog mee vandaag? Nee. Oh, gelijk die geluid, dat geluid aan. Dat is ook weer niet nodig. Je weet het nooit, hè. Soms is er sport en dan komt het niet. Ja, het komt wel. Dus, nou, dan kan ik dat mooi kijken. Dus, nou ja, goed. En dan ga ik eventjes lekker nog spelletje doen. En dan ga ik de vlog afmaken. Ga ik mijn blog posten. Mijn foto's van mijn blogpost bewerken. Ik ga eerst dat ding eruit halen. Want het ziet er nou echt niet meer uit. Het ziet er steeds gekker uit worden. En dan ga ik lekker even nou, nog wat foto's proberen te bewerken. Dan ga ik lekker verder met mijn Netflix-serie. En daarna lekker nog even zien zijn. En dan ga ik naar bed om mijn boek te lezen. En is morgen boodschappendag. Dus dat is de planning. Ik ga bij deze dan ook de vlog afsluiten. Ik hoop dat je in ieder geval weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren op het rondje met mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf staat de rode button. Daarnaast staat een belletje, als je die aanklikt krijg je de melding zodra een nieuwe video online verschijnt en hoef je niks meer te missen.
Vond je deze video leuk? Doe dan ook zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!